ik had heel veel honger. Dus ik ga lekker eitje koken voor mezelf. Eens even kijken. Ik heb 10 kakel versus scharrel eitjes gekocht. Even tellen of er wel 10 in zit hoor. Tellen jullie mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelukkig. De supermarkt heeft het goed gedaan. Er zitten er 10 in. Ik doe er eentje in de pan. Eens even denken, hoeveel eieren heb ik dan nu nog over? Tel maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eitjes. Hé, daar kan ik een sommetje van maken. Ik ga hem eens even opschrijven. Ik had er 10. Ik haal er 1 van af, dus min 1. Dat zijn er nog 9. Want dat hadden we net geteld. Misschien lust meester Carlo ook wel een eitje. Ik haal er weer eentje uit. Even denken, welk sommetje hoort daar dan bij? Ik had er 9. Ik heb er 1 weggehaald. En nu, hoeveel zou ik er nu hebben? Tel maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 heb ik er. Maar nu zag ik buiten dat de kip, die had eieren gelegd. Eens even kijken hoor. Ja, eentje erbij. Welk sommetje hoort daar dan bij? Ik had er 8. Even kijken, dus schrijf ik alvast op. En welk teken hoort er ook alweer bij als ik iets erbij doe? Plus was dat. Plus 1. En dat zijn er, tel maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schrijf ik ze op. 9. Oh, wauw. Eens kijken hoeveel eieren de kip had gelegd. Oh, nog 3. Hoeveel zou ik er dan nu hebben? Even denken hoor. Ik had er al 9. Die schrijf ik op. 9 eieren. Dat is moeilijk. Want er komen er 3 bij. Tel maar mee hoeveel eieren we al hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 en 12. Oeh, schrijf ik gelijk op voordat ik het ben vergeten. Kunnen jullie ook sommetjes maken met jullie papa, mama en de eieren? Lukt het al onder het tiental? Misschien kun je er wel tot 20 maken. Veel succes!